Nou, een aantal weken geleden hebben we John van Oudenaarde geïnterviewd over de fietsfuntocht. En het is zover. John, goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, er komen heel veel mensen vandaag komen langs bij de fietswinkel van Jan. En die gaan hier vandaan starten met de fietsfuntocht. Nou, ja, je hoort het al een beetje op de achtergrond. Mensen hebben er zin in. Je kan eigenlijk zeggen dat het Oranje Legioen in Schiedam begonnen is. En we gaan er wat moois van maken vandaag. Nou, dat wordt fietsen geblazen, Tom. We zijn nu op de Maasboelie. Wat ga je doen? Ik doe de fietsenkeuring. Het idee is dat die fietsen die moeten veilig mee kunnen. Op belangrijke punten worden ze gecontroleerd. Dan moet je denken aan, moeten bellen doen? Kunnen mensen nog soepel links en rechts aanwijzen? Gaat het allemaal nog gewoon netjes? Gaat het veilig? Ze hebben fluitjes bij zich, zodat ze in geval van nood kunnen ze ook om nood roepen. Daar controleer ik op. Karin, goedemorgen. De stemming zit er al in. Waarom doe je mee? Ik moest. Is dat een goede reden? Van wie moest je? Van Diana. Van Diana. Ja. En je hebt niks over Diana te zeggen. Zij wel over jou. Ja, ja. Ze zeggen we gaan naar links, naar rechts. En ik ben een heel volgzaam typeje. Dus ik heb gewoon gevolgd. Astrid, terwijl we ons tandjes fietsen, jij staat hier bij de Poldervaart. Wat doen ze hier? Hier gaan we knikkeren, ouderwets knikkeren. We hebben een originele knikkerbaan en ze hebben een minuut lang de tijd zoveel mogelijk keren de knikkers in het gaatje te gooien. En die stand noteren we en dan mogen ze weer verder. Wordt er wel vals gespeeld? Ja, nee. Omgekocht hooguit, maar verder valt het mee. Diana, dat was voor mij even een verrassing. Ik dacht, we blijven in de buurt. Wat hebben we na de speeltuin allemaal gedaan? Nou, ik zal je vertellen, we hebben geen speeltuin gezien. Ja, we hebben wel een speeltuin gezien, maar de verkeerde dus. Want Sanne van Oudenaarde belde mij. Want waar zit je bij de opdracht van de speeltuin? Sorry Sanne, we zitten al bij Vlietzig. Kijk maar waar we zijn. Prachtig. Even een pitstop. Kijk maar naar de mensen van mij, om me heen. Gaat prima, hè? Even over de vragen. Wat waren verrassende vragen voor jullie? Nou, hoeveel bruggen en molens moet je tellen onderweg? We zijn de tellen al kwijt inmiddels. Ook de namen zijn niet opgeschreven. Verrassende opdrachten. We hebben suiker bij ons in de peen. Dus we zijn heel benieuwd wat we nu moeten gaan doen. Er ook voetbalvragen bij. Wie voetballen er vanavond? Noem eens wat namen die je nu te binnen schieten. De Licht, De Paai. Stekelenburg zit er nu in. Helaas van Sillissen. Wie hebben we nog meer? Ik ken ze even niet meer. Wat is de kracht van dit team waar je mee bent? De kracht? Doe maar gewoon en lekker lachen. Ja. Waar heb je het meest om gelachen tot nu toe? Nou, voornamelijk de voorpret. Van wat gaan we aandoen? En onderweg de mensen gewoon een hallo en allemaal gek doen. Muziek aan en zo. Ik zag verschillende reacties. Vooral veel leuke. Ja, heel veel leuke. Mensen zijn gewoon blij. Vanavond natuurlijk EK-voetbal ook, dus dat doet ook mee. En we gaan gewoon winnen uiteraard. En voor ons is nu gewoon gezelligheid is het belangrijkste. Nou, vanaf Vlietlicht zijn we helemaal terug gaan fietsen. Saskia, ik wil eerst John even bedanken. Ik dacht in een uurtje klaar was. Ja, dat zat er niet in. Dat kon ik je zo wel vertellen. Ja, we hebben gewoon een hele leuke fietstocht. Maar allemaal leuke opdrachten, waaronder stokpaardjes race. Dus dat heeft wel even tijd nodig. Je hebt hier de ploegen ontvangen. Hoe was de sfeer? Ja, super gezellig. Iedereen had er onwijs zin in. En het was gewoon een en al lol. Nou, u hoeft me niet voor de Tour de France te vragen, want ik ben KAPOT. John van Oudenaarde, bedankt. Waarom waren er twee routes en wist ik dat niet?
Ja, dat was een beetje het geheim van de smid. We hadden de fanatiekelingen onder ons, die mochten dus de lange route nemen. En jij had het geluk dat je op pad bent gegaan met een team wat... Die hebben voor mij een extra lange route gehouden. Want die hebben nog allerlei terrasjes. Nou, we hebben bij Schierlicht hebben we heerlijk gezeten. Want dat is natuurlijk een schitterende locatie. Ja, zeker. Dat was ook een beetje de bedoeling dat je tijdens de route ook nog een terrasje kon pakken. Nou, dat is voor mij wel gelukt, heb ik begrepen. Zoals altijd zit ik in de laatste ploeg die binnenkomt. Wat waren de ervaringen van de vorige deelnemers, John? Nou, we hebben eigenlijk alleen maar leuke reacties gehad. We hebben ook hele leuke dingen gezien. We hebben, nou, hier op de achtergrond hoor je er nog een beetje zijn mensen aan het hoelen hoepen. Ze hebben mogen knikkeren. De stokpakersrace natuurlijk. Die hadden natuurlijk in ketel gedaan. Wat hebben we nog meer gedaan? Nou, de fietskeuring. Maar heb jij dat allemaal zelf ook gedaan? Want daar twijfel ik hard aan. Nou, wij hebben deze route natuurlijk 7 keer moeten rijden om een mooie route te kunnen... En met de auto? Nee, zeker op de fiets. Maar niet op een warme zondagmiddag, dat is waar. De man die technisch ondersteund heeft, Jan van Leeuwen. Jan, eerst eventjes, hadden we pech gevallen? Heel eerlijk, niet één. Dus ik kom er heel goed mee weg. Ja. Ja. Ik had wel onderweg zoiets bij Schierlicht dat ik dacht, wat nu als er een lekke band valt? Noodnummer bellen en dan komt de bus voorrijden. En dan zorgen we dat het of gefixt wordt of dat je thuis komt. John, ik heb begrepen dat je me voor de Tour de France gaat verraten. Dat is een geintje natuurlijk. Nee, is geen geintje. Nee, weet je, het is fietsen, fun. We hebben alle geluk van de wereld met het weer natuurlijk. Mensen hebben echt Schiedam kunnen zien vanaf een heel ander oogpunt. En ook de variatie van Schiedam. We zijn natuurlijk door het polderlandschap geweest. Industrie, langs Huisman gefietst. Maasboulevard, Beatrixpark. Het was eigenlijk een promotieplaatje, zeg maar, voor Schiedam. Zo kan je het eigenlijk ook zien. Schiedam thuis staat weer lekker op de kaart. Zoals gewoonlijk doen wij daar natuurlijk ons best voor.